Hey, als je een foto van Instagram wilt downloaden, dan gaat dat meestal niet zomaar. Dan moet je een screenshot maken of iets dergelijks. Bijvoorbeeld deze. Die kan je niet met rechtermuisknop downloaden. Save as. Dan krijg je de hele pagina, behalve de foto. Die wil je niet. Er staat niet hier foto downloaden. Dit is beveiligd. Dus daar zijn plugins of add-ons voor beschikbaar. Je gaat hier naar het menu, die drie stipjes. Dit is de Chrome browser, Google Chrome. Dan ga je naar More Tools, Extensions. Dit zijn alle extensies die ik heb. Maar ik wil een nieuwe toevoegen, dan klik je op dit nu Extensions. Je gaat hier naar Open Chrome Web Store. In dit vakje Instagram, Instagram downloaden. Klik hier op Extensions. Deze is goed. Downloaden voor Instagram. Add to Chrome. Add extension. Downloaden voor Instagram has been added to Chrome. Je ziet hier nu een nieuw icoontje. Dit kan weg. Je gaat naar, dit doe je dus maar één keer. Dit is de pagina. Die vers ik dan even. Kijk, nu staat overal een downloadknopje bij de foto's. Oh, wat een onwaarschijnlijke klootzak is dat. Woef. Ik klik op download. En downloading was completed. Dan staat hij in mijn mapjes downloads. Waarschijnlijk. Dan moet ik naar beneden. En here it is. In de volle resolutie.